Als professor werkte hij onvermoeibaar aan de vertaling van de Bijbel op zoek naar een liturgisch-catechetische taal toegankelijk voor catechisten en voor het hele gelovige volk. Daarbij kwamen zijn filologische interesse en zijn uitstekende kennis van het Braziliaans-Portugees helemaal tot hun recht. Laat me besluiten met een kort uittreksel uit de toespraak van de aartsbisschop van Belo Horizonte tijdens de uitvaartdienst van Johan. Zijn leven en werk zijn een kostbaar geschenk van God aan de kerk in de sociëteit van Jezus. Zijn academische, wetenschappelijke en humanistisch-pastorale nalatenschap vormen een kostbare erfenis voor de samenleving. Een onvergetelijke, broederlijke, vriendelijke, evangeliserende aanwezigheid was Pater Konings. Gezegend met de gave van een bijzondere intelligentie en met een bijzonder fijn aanvoelen. Door zijn voorbeeldige toewijding werden de vele werken van de kerk nog stralender en vruchtbaar. Mogen God hem verwelkomen in zijn oneindige barmhartigheid. Johan Konings was een dankbaar mens. En hij leefde vanuit Gods barmhartigheid. Ook wij hebben telkens opnieuw nood aan die barmhartigheid van onze God. Barmhartigheid zonder grenzen. En daarom willen wij u bidden. Heer, Gij hebt u mateloos gegeven aan elke mens op uw weg. Onze geliefde medebroeder en familielid Johan Konings is u daarin gevolgd. Laat ook ons delen in die toewijding, Heer Onverder. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien.
We hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij, over het woord dat leven is. Want het leven is verschenen. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wij hebben het gezien. Wij getuigen ervan. Wij maken het u bekend. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moet hebben met ons. En onze gemeenschap is hier met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons alle vreugde volkomen te maken. Tot zover dit. Mijn vrienden noemen. Dit zijn woorden
om van te leven. Christus. Dierbare familieleden en talrijke vrienden van Pater Johan, dierbare medemoeders, we gedenken vandaag een bijzonder minzaam en innemende familie- en communiteitsman. Een erudiet bijbelwetenschapper en gedreven kerkmens. Een gepassioneerde vriend en verkondiger van Jezus. Een Braziliaanse medemoeder schreef gevat dat Johan de kunst van de ontmoeting en van de vriendschap cultiveerde. En daar zijn wij allemaal getuigen van geweest. Regelmatig stuurde hij nieuws over de situatie in Brazilië. Hij liet ons delen in zijn bezorgdheid over de toenemende onzekerheid bij het volk, vooral bij de armsten. De politieke chaos, de elke dag grovere onrechtvaardigheden, de onopgeloste moorden op mensen die opkwamen voor gerechtigheid. De diepe gevoeligheid van de bevrijdingstheologen leefde sterk in hem. Bij tafelgesprekken of tijdens de recreatie verraste hij ons telkens weer, altijd ook bescheiden, want dat was hij, met zijn parate historische kennis en zijn inzicht in de evolutie van de taal. En dat is duidelijk een familietraditie. De passie voor de geschiedenis. Maar evenzeer voor de kunst en de muziek. Dat blijkt ook vandaag hier in deze afscheidsviering. Johan was een vriend. In zijn laatste mail van 2 april informeerde hij nog attentievol naar de gezondheid van onze huisgenoot met wie hij nog op de banken van het Dommerse College had gezeten. Johan was een eminent bijbeldeskundige. Zus Christiane en haar echtgenoot Wim konden onlangs zijn graf bezoeken. En ze fotografeerden er de grote rouwkrans met vele witte bloemen en een dankwoord aan vriend Pater Johan voor zijn bijdrage aan de Bijbelse theologie, aan de liturgie en dan het laatste, dat konden we niet ontzeggen. Nooit is Johan een kamergeleerde geweest, we hebben het gehoord in de levensbeschrijving. Altijd stond zijn wetenschappelijk werk ten dienste van de verkondiging en van de vorming van pastorale werkers, mannen en vrouwen, in de catechese, in het onderricht, zowel aan de universiteit als in de parochies, waar hij elke zondag voorging en preekte. Johan was een kerkmens uit één stuk. En je vindt bij hem steeds een dubbele gedrevenheid. Vanuit het verhaal van Jezus mensen bij God te brengen. En tegelijkertijd vanuit het geleefde leven de diepere betekenis van de Bijbel op het spoor komen en erdoor onderricht worden. Hij had vastgesteld dat in Brazilië vele christenen, zoals trouwens bij ons, in feite cultuurchristenen zijn. Terwijl, en daar komt hij telkens weer voor op, christenen mensen zijn die met al hun beperkingen en hun falen zich beroepen op en bewust kiezen voor Jezus.
Jezus en zijn weg. Het zijn christenen in weer en wind, zoals zijn goede vriend Wijlen Monseigneur Schreurs het noemde. Daarom, zo pleitte hij, de noodzaak aan inwijding, initiatie in de kern van ons christelijk geloof. Niet de overdracht van de christelijke cultuur is de opdracht voor vandaag. Vloeit eruit voort. Maar zoals in de eerste christenheid is het de overdracht van het geloof zelf. Hij vertrekt niet van allerlei filosofische vragen over God en de godsvraag. Ook niet vanuit dogma's, de moraal of het kerkinstituut. Telkens weer wil hij mensen van groot tot klein, geletterd of ongeletterd, het verhaal van Jezus doen beluisteren. Zodat ze geboeid worden. Door wat we hoorden in de eerste lezing, wat we gehoord hebben, met eigen ogen hebben gezien, met onze handen hebben aangeraakt, het mens geworden woord dat leven is. Jezus van Nazareth, het gaat om hem. En in de huidige mentaliteit van Sabbat, bij andere godsdiensten, vroeg hij telkens zijn toehoorders en lezers, zowel in Brazilië als hier bij ons, in zijn boek Wij Christen. Hij vroeg hem met klem, concentreer je eerst op wat Jezus ons te bieden heeft. Stem je eerst af op het Jezus-kanaal. En dan pas weten we en kunnen we persoonlijk beslissen wie wij als christenen zijn en welke weg wij te gaan hebben. In de evangelielezing in een hertaling van nichtje Katrien hoorden we zo net dat die weg de weg van de liefde is. Dit is wat jullie met grote nadruk vragen. Dat je elkaar zou lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Als je dat zou kunnen doen, dan mag je het terecht mijn vrienden noemen. We danken Johan. En ook zijn familie. Dat ze ons zo een vriend heeft gegeven. Een vriend voor het leven. We danken hem en de familie voor zijn onvermoeide werkkracht om zoveel mensen bij het verhaal van Jezus te brengen en zo bij God. God die geen mens ooit heeft gezien. Johan mag hem nu zien in volle heerlijkheid en zijn vreugde is nu volkomen. Jezus, gij hebt bij Johan de overtuiging gewekt dat hij naar Brazilië gezonden was om uw werk en leven te tonen aan de gelovigen daar. Laat zijn werk niet ondergaan in onverschilligheid en vergetelheid. Laat ons bidden. Zijn opgetrokken. Laat ons bidden.
hebt Johan leren zien dat armoede de vijand is van de vrede en de schoonheid. Laat die overtuiging bij allen ingang vinden om te werken aan een rechtvaardige samenleving. Laat ons bidden.
Zodat mijn ogen zich gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen de dankbaarheid, reikt hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf hier doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw vrienden gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. En vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons een, jij die leeft in eeuwigheid. Amen. Vrede van de Heer is altijd met u. Amen. We mogen elkaar ook een teken van vrede. Thank you.
24 mei konden we op ons computerscherm de uitvaarddienst volgen van Johan, onze broer, ons familielid, onze vriend. Hij lag in de aula van de Jezuïtenfaculteit in Belo Horizonte, in een open kist waar ontkeuvelende studenten en fraters en vrienden stonden. Op de achtergrond klonken de Braziliaanse liturgische gezangen. Hij lag er zo rustig, met enkele bloemen in zijn mond gevouwen, klaar voor de laatste tocht, de klim naar de immergroene heuvel, even buiten de stad, naast het kerkhof der armen. Adembenemend wijd is het uitzicht er. Op zijn graf liggen kleurrijke kransen en de zon is er steeds, zonder uitzondering. Meer dan 80 jaar geleden werd er een kleine jongen geboren op de steenweg in Riemst. Hij groeide op tot een pintere en leergierige knaap, jongvolwassene en seminarist. Hij had voor alles belangstelling en hij spoorde anderen aan om met hem te denken, te discussiëren, meningen te vormen en grappen te maken. In zijn onstilbare honger naar kennis sluimerde ook het verlangen om te zoeken naar antwoorden op de vragen van het christendom. Hij werd priester van het bisdom en later kloosterling en professor bij de Jezuïten, onze gastheer op dit ogenblik. Zijn tweede vaderland werd Brazilië. Niet toevallig het land van Paulo Freire en Helder Camara, leidende figuren in de bevrijdingsstrijd voor en van de Restelozen. De aardige confraters en het personeel van Johans Klooster, zijn collega's in de bibliotheek en zijn medeprofessoren, denken met een glimlach en met liefde, bewondering en ontroering aan hem terug. En verwelkomen de bezoekers uit zijn verleden met hart en ziel. Zij verzekerde ons dat Johan er erg gelukkig is geweest. Zijn jaarlange verblijf in Brazilië voedde zijn werkijver en hij publiceerde meer dan 50 boeken over de Heilige Schrift, in onze taal en in het Portugees, zijn tweede moedertaal. In die werken staat nu eens de goddelijke, dan weer de wereldlijke persoon van Jezus centraal. Johans grote zorg en verlangen was, ik citeer uit de Heerlijke Mens Jezus, het attent gehoor geven aan wat God wil, de liefdevolle bezorgdheid op het uitvoeren van zijn wil. Johans liefdevolle bezorgdheid ging naar vrienden, kennissen en familie van overal, maar vooral in Brazilië. Naar zijn studenten en collega's, huisgenoten en parochianen. Met de verkoop van zijn boeken steunde hij bijvoorbeeld een dagopvang voor kinderen die anders tot het leven van verwaarloosde straatkinderen veroordeeld bleken. En op Pinksterdag woonden we een viering bij in de armenparochie die ook Johan bediende. We mochten er als familieleden van hem een warm en dankbaar applaus in ontvangst nemen. Van Johan is geleden dat hij graag uitstapjes plande, ook voor anderen. Voor een bepaalde collega en haar gezin had hij een parcours uitgestippeld voor een gezamenlijke reis door heel Europa. Als eerbetoon aan hem zullen ze dat reisplan nu ook uitvoeren, zij het met hem enkel in gedachten. Johan werd bewonderd om zijn enorme werkkracht en intelligentie. Om 5 uur in de ochtend was hij al aan het werk, na een korte wandeling. En in zijn laatste dagen werkte hij nog aan de revisie van de synopsis van de evangelies. Bijzonder aan hem was echter, zo werd ons verteld, dat hij deze geleerdheid kon combineren met een diepe menselijke warmte en met waarachtig inlevingsvermogen. Pater Gerardo herinnert zich ontroerende getuigenissen van vrienden in heel Brazilië. Johan
was geen man om vlucht te vergeten, geen man om vaarwel tegen te zeggen. Want het lijkt wel of hij nog vol interesse meeluistert. Geen vaarwel dus, maar veel betekenis voor adieu. Tot bij God, Johan, Padre Olins. Pater Johan schrijft ons bisschop Patrick Hoogmartens. Heeft de goede strijd gestreden. De wedloop volleind, het geloof bewaard. Hem mag nu de krans van de gerechtigheid die de Heer hem zal geven. Zoals enkele onder ons heb ik Johan leren kennen in Kopal, het college van Latijns Amerika. Ik heb hem ook enkele keren ontmoet in Brazilië. En hoewel Johan jezuïet is geworden, voelde hij zich nog altijd verbonden met Kopal, waar hij verbleef tijdens zijn studies. Zijn gegevens zijn nog altijd te vinden op de adreslijst van de Kopalisten. Ik wil hier enkele getuigenissen uit Brazilië meegeven. De huidige verantwoordelijke van de bisschoppelijke commissie voor de animatie van de Bijbelse catechese getuigt als volgt. Pater Johan Konings was een gepassioneerde man. Hij heeft zijn hele leven toegelegd op de Bijbelstudie en probeerde zoveel mogelijk zijn studenten te bezielen voor de studie en het verdiepen van het woord Gods. Naast zijn lange werk van opzoekingen, van schrijven, van vertalen en van lesgeven, is er een belangrijk pastoraal werk die hij te harte nam, namelijk de opvolging van groepen van de pastoraal universitaire. Op verschillende plaatsen in Brazilië. Zo kwam hij een keer bij mij thuis in Campina Grande, zomaar 2000 kilometer op afstand van Belo Horizonte. Hij deed tijdens zijn rondreis per bus door Brazilië om de groepen van de pastorale universitaire te bezoeken en te steunen. Paulo Afonso Barbosa de Brito, gemeenschappelijke vriend van ons beiden, die gedurende enkele jaren actief deelnam aan de werking van pastoraal terrein, schoolbank, pastoraal universitaire en nu professor is aan sociologie aan de faculteit van Landbouw van de Universiteit van Recife, schreef mij deze week. Ik heb Pater Joan goed gekend als nationaal proost van de pastoraal universitaire. Hij hield contact met ons kwam ons bezoeken in de moeilijke fase van de jaren 80 onder het militaire regime. Ik zal mij met jullie verbonden voelen tijdens de viering in België. En hij eindigt: het is goed dat jullie weten dat Pater Joan vele vrienden telt, verspreid over heel het land. Voor zijn 80 jaar werd Johan gevierd door zijn collega's van de faculteit van de Jesuiten, zoals het maar voor. Mijn collega Solange Maria de Carmo, die hij goed heeft leren kennen door de nauwe samenwerking, beschrijft hem als een grote werker, zoals hij het vermeldt. Zij vertelt dat ze dikwijls e-mails kreeg van hem die verstuurd waren voor de dagen. Naast zijn goed werk als vertaler van de Bijbel, publiceerde hij verschillende boeken en was hij een verheven lesgever. Zij herinnert zich ook zijn fijne gevoeligheid voor de collega's met wie hij graag tafelde. Zij besluit als volgt haar eer betuigen met een dankwoord aan de familie van Johan. Wij willen je familie bedanken voor ons die zo geniale plannen te hebben gegeven. Waarschijnlijk heeft de familie geen gedacht van de dimensie, van het belang van zijn aanwezigheid onder ons. Tussen ons realiseerde zich een ware broederschap, die de Brazilianen zo graag uitdrukken met o abraço para todos. Midden in het leven ervaren wij de dood.
dit onze laatste hongerlied. Geen vriendschap dringt door tot onze laatste eenzaamheid. Maar heb niet in ons het zaad der onvergankelijkheid gelegd, liefde die leven wil. Zeg ons dan dat wij niet te vergeefs beminnen, dat wij met allen die ons brood gedeeld hebben, zullen leven voor uw aanschijn. Geef ons het teken van uw trouw tot over de dood. Geef ons het brood dat onze laatste honger stilt. Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik heb vooral even van iedereen gaan, trouwens met een liedje, maar van Johan, de tekst heeft u maar vanuit Johannes 15. Wil ik toch nog allemaal danken voor uw aanwezigheid. Ook de familie wil ik danken voor de actieve samenwerking en de opstelling van deze ministerie. En in het bijzonder voor dit fijn boontje dat de Romeins gaat overbrengen. Dank u wel. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal bij u zijn. Zegen onze aanbanden, waarvan God mij de Vader is, Zoon en Heer.